President Desi Bouterse is hoopvol gestemd over de economie nu de oliebedrijven Apache Corporation en Total een tweede oliefonds hebben gedaan. 3 maanden terug is de eerste fonds gedaan in blok 58 in het offshore gebied van Suriname. Deze keer is er een fonds gedaan in de Sapakara West 1 put. Het gaat om een oliereserve van 49 meter netto olie. Intussen zijn ook de derde en vierde locatie van de exploratieputten in blok 58 geïdentificeerd. Apache en Total hebben elk een werkbelang van 50%. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias heeft president Desi Bouterse persoonlijk het goede nieuws verteld. Pres, ik ben vandaag hier bij u om het tweede goede nieuws te brengen. En dat is dat Apache vandaag gaat announcen om 9 uur dat ze de tweede fonds hebben en dat Sapakara ook een significante oliefonds is. Dat is heel mooi nieuws. Het tweede mooie nieuws is dat ze gelijk doorgaan met de derde put. En de derde put gaan ze boren tussen Sapakara en Makaen. Dus de kans dat we daar weer eentje hebben is bijzonder groot. Maar we hebben nu in ieder geval de tweede. Gefeliciteerd. Volk van Suriname, nadat we weken in de griep zijn gehouden, of nog steeds in de griep zijn van corona, heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt weer elke keer dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten, dat de grote man daarboven ingrijpt. Volgens de president zal Suriname nu meer geld verdienen. Hij geeft aan dat degene die in deze periode aan een devaluatie van de Surinaamse munt denkt, een doemdenker is. Meneer Elias en team, gefeliciteerd. Het is geweldig. Apache en partner, gefeliciteerd. Maar bovenal, volk van Suriname, gefeliciteerd. We zullen heel snel bij elkaar moeten komen. Want dit wordt nou echt een beetje heel, heel, heel veel geld voor dit klein land. En al de doemdenkers die al spraken over devaluatie en de negatieve berichten. Laten we dit gedeelte afsluiten. Laten we bij elkaar komen als Surinamers. En laten we kijken hoe wij nu en vooral voor de toekomst een regime neerzetten dat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen. We versterken allemaal dat we bijeenhouden zijn adictoren voor staatsolie naar president-commissaris Chacon Jatide en we versterken Sarnang, we versterken staatsolie, we versterken allemaal, we breedie, love up. Laten we elkaar ondersteunen om dit geld samen te managen. Thank you. President Desi Bouterse zei in een statement via het Nationaal Informatie Instituut. Hij is hoopvol gestemd over de economie nu er een tweede oliefonds is gedaan in het offshore gebied van Suriname. Het gaat om een oliereserve van 79 meter netto olie.